Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek. Peelrand Actueel. Ja, we gaan het hebben over de Europa-run. Niet zo heel precies over de Europa-run, maar wel over de doorkomst door Arle Rixtel. In ieder geval aan tafel zetten twee heren van die doorkomstcommissie, Arle Rixtel, Jan Dekkers en Willy Kluitmans. Goedemorgen, heren. Morgen. De doorkomst, want sinds enkele jaren doen jullie zeg maar met een klein groepje mensen en vele vrijwilligers heel actief bij de doorkomst van de Europa-run door Arle Rixtel. Ja. Ja, dat is ontstaan toen wij voor het eerst te horen kregen dat de Europa-run in Nederland zou komen. En de eerste keer gingen ze vanuit Zuid-Limburg een rondje maken door Limburg en Brabant een stukje. En vervolgens is dat nu uitgebreid vanuit Twente naar een noordelijke en een zuidelijke route, waarbij wij dan de zuidelijke route door Arle Rixtel gaan. Ja. En aangezien wij ex-leden zijn van het runningteam Laarbeek, dachten wij van nogal, misschien is het ook wel leuk. We weten zelf hoe belangrijk het is om onderweg toegejuicht te worden door mensen. Dus vonden wij het eigenlijk ook wel dat gepast om het in Arle Rixtel ook zo te regelen. Ja, en Willy was direct enthousiast en die hebben we erbij gevraagd natuurlijk. En enkele meer. Hè? Dus, en enkele meer. Want het was zeg maar de eerste doorkomst, maar toen kwamen ook alle teams zeg maar door Laarbeek. Ja, dat klopt. Toen kwamen ze noordelijk en zuidelijk. Toen was echt een drukte. Ja. Nu is het een stuk minder, want heel veel teams die pakken de noordelijke route. Ja. En de zuidelijke route, ik denk iets van 120 teams. Dus, wat ik begrip heb van Mies, is veruit de meeste teams hebben gekozen voor de zuidelijke route. Dus vanuit de Parijs en dan via woensdag aansluiten op de oude route. En dus dat betekent dat wij er, ik geloof, 170 mogen verwelkomen. Rond de 170. Okay. Rond de 170, heb ik goed begrepen. Okay, ja, en de rest is maar de noordelijke route. Dus ook maar kleinschalig dan. Hè. Maar er zijn maar 250 teams, heb ik begrepen. Weet je? Ja, rond de 250. Tenminste, wat de laatste keer dat ik gehoord heb in ieder geval. Ja, niet van de eerste doorkomst. Was het wel een heel succes. Het was ook in de nachtelijke uren, dacht ik. Hè? Ja, en nat. Toen kwamen ze dus allemaal in de late avond en in de nacht kwamen ze door. De laatste is toen rond 3:30 geloof ik gepasseerd, als ik het goed heb. En toen hadden wij niet het geluk dat we heel veel kooi weer hadden. Maar het viel toch wel mee toen ze die teams kwamen. Een beetje motregen. Het laatste jaar was veel verschrikkelijker, maar goed. Toen is het zo geweest dat we de oktober was dat op 1 of 2 oktober en dat was rond de oktoberfeesten. En vervolgens is toen die groepen die het oktoberfeest in Arle Rixtel organiseert, die hebben een hele grote vrachtwagen. En daar hadden ze een hele geluidsinstallatie opgebouwd. En ook voor de spelers, de hofkapel, zal ik maar zeggen, of de blaaskapel die het organiseert. Die hadden die wagen mooi op de kerkplein geparkeerd. En toen ging het voortreffelijk natuurlijk. Hè? Die hebben tot dan een uur of 11 stond te blazen, zowat. En toen namen we de hofkapel over. En die zijn tot diep in de nacht doorgebleven blazen. Ja, en die blazen ook nog richting huis. Ja. Dus morgens om 3:30 over 4 uur liepen naar huis en begonnen ook weer te blazen. Nou, ook naar aanleiding daarvan, van die doorkomst, zijn jullie zeg maar genomineerd zeg maar, voor de eerste prijzen eigenlijk. Hè? Toen hebben we toen mogen ontvangen de eerste prijs van €23.000 die eraan verbonden was. Het mooiste doorkomst is dat dan eigenlijk. Ja, wij waren de enige doorkomstplaats die er toen was, want het was, uiteindelijk ging het vanuit Landgraaf door via Venlo naar Eindhoven en van Eindhoven richting Weert zo'n rondje terug naar Landgraaf. Dus eigenlijk in Limburg en in Brabant, in ieder geval Oost-Brabant, kennen nauwelijks de Europa-run. Dus er stond ook niemand buiten, om het zo maar te zeggen. Ja. Wij waren de enigen die een doorkomst hebben geregeld. Een van de weinigen die, want de rest stelde niet zo heel veel voor. Het was niet zo moeilijk om net te winnen. Vorig jaar hadden jullie een ontbijt, hè? Ja, vorig jaar hebben wij een dorpsontbijt georganiseerd, omdat de teams eigenlijk al vrij vroeg in de morgen komen. En omdat het een beetje aan te kleden, kwam Jan Tien op het idee om, van de Kouwenberg kwam op het idee om een ontbijt eraan te koppelen. Nou, en toen we dat eenmaal allemaal hadden omarmd, toen hebben we daar druk op ingezet en hebben we tenten gebouwd en sponsors gezocht die mee het ontbijt konden sponsoren. Zodat we daar een heel mooie, voor weinig geld, voor €5 kon je 2 koppen koffie krijgen, een wafel, een warme wafel, een stukje fruit, een broodje en voor de kinderen ranja. En dat was het eigenlijk, dat was geen geld. En dan willen we eigenlijk die formule willen we dit jaar ook eigenlijk hanteren. Nou.
Zodat we ook weer... Ik ben benieuwd. Want ja, Jan Tiene, dat is toch wel een van de... Mede kaarttrekkers. Echt een kaarttrekker. Ja. Want als je die bij hebt, dan die neemt zoveel werk uit handen. Ja. Dat is niet normaal. Dus ik ben benieuwd dit jaar hoe dat gaat lopen. Dus, want dit jaar hebben jullie een andere locatie. Ja. We moesten wel. Jan Tiene is jammer genoeg op vakantie. En die had vorig jaar eigenlijk al een familiedag geregeld. En ja, dat wilden ze toch niet opgeven. En het is geen doen, zegt ze, vanuit Noord-Holland... om even voor een aantal uren om dan even hier naartoe te komen. Maar. En ik had dat beloofd aan mijn familie. Ja, en dan komt dit. Dat kan ik niet maken. Ik kan liever de tweede keer. Vorig jaar is ze overigens wel... Maar toen zaten ze ergens anders. Toen is ze wel teruggekomen. Maar dat zat er dit jaar niet in. En toen moesten we op zoek naar een andere locatie. En toen zijn we bij Van Dijk uitgekomen, café bij Van Dijk. En aanvankelijk was er wel enige aarzeling daar. Maar inmiddels werken ze volop mee en hebben daar toch ook goede contacten nu mee opgebouwd. Ja, of zo zal zijn, net als bij Jantine, dat weet ik ook niet. Ja, maar tot nog toe lopen ze wel zien, hè? Ja, maar in ieder geval een ontbijt. Hoeveel personen hebben toen aan de ontbijt meegedaan? Daar hebben we ongeveer 150 mensen aan deelgenomen. Oh. Dus hebben wij 150 ontbijtkaarten kunnen verkopen. Wat dan ook heel erg dekkend was voor de onkosten die we maakten. Ja, en dit jaar op zondag 28 mei, eerste Pinksterdag. Ja. Enig idee hoe laat ze dan doorkomen? Is ook al bekend? Ik heb begrepen dat ze ietsjes later zullen zijn. Althans, het loopt langer door, omdat er 170 zijn. Maar ik heb ook begrepen van Mies dat het ongeveer vanaf 10 uur, 10:30 de eerste groepen door zullen komen. En dat loopt dan door tot pakweg 3 uur, 3 uur. Ja. Dus het ontbijt hebben wij zo nu geregeld. Dat we vanaf 9 uur doen we een ontbijt maken tot 11 uur. En daarna zijn er nog wel warme wafels te verkrijgen, maar dan is het ontbijt klaar. Ja, is het toch zo dat ze daar kaarten van kunnen bestellen? Hoe werkt dat? Nou, we gaan zodra de kaarten klaar zijn, en dat zal hopelijk volgende week zijn, dan gaat er in een mooie Laarbeekkrant een stuk in komen staan van dat men kaarten kan kopen vooraf, voor het ontbijt, voor 5 euro, want dat blijft het eigenlijk zo. En dat men daarop kan inschrijven of die kunnen afhalen. Tegen betaling zijn die verkrijgbaar bij Enver Café van Dijk en bij een van ons, om het zo maar te zeggen. Ja, maar in ook in ieder geval heel veel volk dan. Er zal ook de nodige verkeersregelaars voor nodig zijn. Want afgelopen jaar was het zo dat de auto's gewoon door konden rijden, door het centrum van Aderissel. Maar dat gaat dat gaan we nu niet doen. Maar het is wel makkelijk af te sluiten. Jawel. Dus het is geen probleem om de dorpsstraat, zeg maar, af te sluiten. Hè? En voor de automobilisten is het ook niet zo moeilijk om een stukje om te rijden, want het is eigenlijk met een paar straten en dan zitten ze weer op de route. Al met al vrijwilligers, want heb je toch wel vrijwilligers van nodig om dit evenement te laten slagen. Ja, we hebben tenminste, daar moet ik nog even bellen met mevrouw Janine Bakels, maar die is er vandaag niet. De gemeente zou eigenlijk heel graag willen dat wij het al bij de Klokkengieterstraat, bij de Helmondseweg, daar aan willen sluiten. En de Roperrun door laten lopen. En bij de molen, aan de andere kant, Lieshoutseweg, bij de Rotonde al over de Molenstraat rijden. Of de Jansenstraat, dat kan ook nog. Dan hebben we een aantal vrijwilligers nodig voor die afsluiting. Ja. En dat is gewoon een stuk moeilijker, terwijl het bij de Kerkstraat sowieso nodig is. En bij de Heinertweg ook, want we willen daar niet alles door laten lopen. Sterker nog, we sluiten het bij de Kerkstraat af, zodat de mensen de Kerkstraat in moeten rijden. Vanuit Lieshout komen de Kerkstraat in rijden. En vanuit Bakel komen, dan mag de Roperrun mensen mogen rechtdoor. En de rest moet afdraaien via de Heinertweg, Molenstraat en de Kerkstraat. Of het onder, dan moeten ze zelf weten. Ja, want het is in ieder geval gezelliger en ook veiliger dat er dus zeg maar genoten. Maar ook de volgbusjes van Running Team en van de andere teams, die kunnen er wel door, denk ik. Ja, die mogen er wel door. Ja. Maar die zijn allemaal genummerd. Hè. Die kunnen zien, die hebben allemaal nummers vooraf en die kun je makkelijk doorlaten. En ze komen maar van één kant. Hè. Ja, en tegenstelling tot vorig jaar. Nee, vorig jaar ook. Maar kwamen ze van twee kanten. En dat was eigenlijk wel heel lastig, moet ik zeggen. Dat kan nou niet. Dat willen we ook niet. Nee. Maar jullie hebben een vaste kern eigenlijk. Ja. Jullie hebben in het verleden allemaal met Europa een running team meegedaan. Ja. Ja. Dus je weet in ieder geval hoe dat het werkt. Ja. En die commissie, dat is toch ook elke keer heel veel werk eigenlijk. Hè? We hebben een beetje een draaiboek. Het is nu wel iets makkelijker als de eerste keer. Hè? Eerste keer is het allemaal... Ja, ja.
Maar nou, dit jaar is het ook zo dat dus heel veel steden en dorpen heel actief zijn met de doorkomst. Ja. Ja, dat is ook mooi. Dat is ook goed. Dat moeten ze vooral blijven doen, vind ik, voor de teams die er langskomen. We hebben ook niet de illusie dat wij kunnen concurreren nou, met Maastricht, om dan maar iets te noemen. Nee. Die illusie hebben we echt niet. En we hoeven ook niet de eerste prijs te halen of zo. We doen het gewoon voor die mensen die allemaal langskomen. En die willen we graag een hart onder de riem steken bij hun tocht naar Rotterdam. En daar gaat het ons eigenlijk een beetje om. Daar is het om te doen. Ja, dus, dat is het om te doen, ja. Ja, vorig jaar was het in het begin nogal redelijk weer. Maar na de hand kwamen de buien los, heb ik begrepen. Ja, buien los. Er was volgens mij één grote bui vanaf een uur of twee. En met een uitschieter rond een uur of vijf. En toen ben ik door het water tot mijn enkels verder en op sommige plekken nog meer, ben ik naar huis moeten gaan, omdat het gewoon zo enorm regende. En daar hebben de teams van de Europa natuurlijk ook nadrukkelijk meegemaakt. Ja. Ik heb nog nooit zo'n natte Pinkster gezien als dat moment. Ja. Verschrikkelijk. Maar er komen ook tenten staan. Ja. Ja. In ieder geval. En die komen dan zeg maar voor de café of mogelijk op straat? Of, ja, voor een deel op straat en maar allemaal voor de café. Ja. Er komen er in totaal vier te staan, want er moet ongeveer, als we net zoveel mensen hebben als vorig jaar, dan komen er ongeveer 150 mensen moeten er dan onder kunnen staan. Geflankeerd door kleine kraampjes waar de spullen te krijgen zijn. En daar hebben we ook toestemming voor van de gemeente uiteraard om dat te doen. En dan moeten we kijken hoe we dat precies plaatsen en hoe we het precies inrichten. Maar dat zou moeten kunnen. Ja, want vrijwilligers, hoeveel vrijwilligers heb je er nog voor bij nodig voor die activiteit? Nou, we hebben er over nagedacht. Ja, daar hebben we wel over nagedacht, maar ik kan het zo niet precies reproduceren. Maar we hebben mensen nodig die achter de kraampjes gaan staan. Dat zijn er tenminste vier of vijf die we nodig hebben. Er moeten mensen zijn die wafels bakken, daar heb je er al drie voor nodig. We hebben mensen voor de afzettingen nodig, waar we net al over hadden. Tenminste twee per stuk, dus twee aan elke kant. Ja. Want dan kun je elkaar ook een beetje afwisselen. Ja, want het is niet te doen om er continu te blijven staan. Nee, we willen maar afwisselen. Ja. We hebben mensen nodig om broodjes te smeren. Mensen nodig om, die kamers hebben mannen, zijn er vier of vijf. Op te bouwen, vooral 's morgens vroeg. Wij willen om 7:30 ongeveer beginnen om die tenten mee op te bouwen. De tenten zijn overigens gesponsord door Nout van der Brugge. Die zetten mooi vier van die piramidetentjes neer. Maar goed, die zijn 4x5 of 5x5, dat weet ik al niet meer precies. Ja, maar het zijn mooie, flinke tenten. Dus, Nou, en daar moeten dan de mensen onder kunnen zitten. Nou, in het bouwen hebben we toch wel een man of 4x5 nodig om die goed overeind te krijgen. Ja. En dan is dat, dat is best wel wat zwaar werk. En dan is dat in ieder geval klaar. Ah. Nou, en dan moet het een en ander aan stoelen en tafels klaargezet zijn. Worden. En de broodjes en zo dergelijke, dat zijn meestal de dames van... Maar we hebben nu bij Café Van Dijk hebben we gevraagd of we die daar kunnen smeren. En dat kunnen we ook zaterdag al doen, want ze hebben beschikken over grote koelcellen. Dus die kunnen we dan mooi op zaterdagmiddag al smeren. Dat is een stuk gemakkelijker. Ja, dat is wel gemakkelijker. En dan gaan we dat dus ook doen. En dan kunnen ze mooi afgedekt worden met cellofaan, staan ze in de koeling. En dat geldt ook voor de limonade die eventueel aangemaakt moet worden. Maar dan kun je s'morgens ook, daar zitten werk dan niet meer. Ja, Als er nou vrijwilligers zijn die dit zien of horen, waar kunnen zich die melden? Ja, die kunnen zich melden bij Hein Maas, hebben we afgesproken. Ja, Hein is de man die eigenlijk de vrijwilligers... Ja, maar hebben jullie ook een eigen website? Of een, nee, we hebben geen eigen website, maar in de persberichten zal ik dat nog een keer uitgebreid formuleren. Want je kunt via de website, misschien kan het wel via de website van RTL, van Running Team Laarbeek. Ja. Want daar staat het eerste persbericht op en daar staat ook in van... Dat het het e-mailadres van Hein. Je kunt je digitaal opgeven, maar je mag ook opgeven bij bijvoorbeeld een van ons. Als telefoonnummers bijgezet worden. Maar in ieder geval vrijwilligers. Want kijk, als je dadelijk met een man of vier of vijf staat. Nee, dan gaat het niet lukken. Dan wordt het lastig. Maar in ieder geval voor de derde keer de doorkomst. Door Ale Riksel in dit geval. Want van Ale Riksel, hoe is dan. Komen ze dan ook nog door andere kernen van Ja, ze komen vanaf Bakel en dan gaan ze richting Eindhoven. Dus Bakel en dan komen ze naar Riksel en dan Lieshout en dan gaan ze richting Nuenen. Ja. Van Nuenen gaan ze naar Eindhoven en van Eindhoven gaan ze weer naar Best en Bokstel en dan zo weer terug naar Noord-Brabant, Nieuw-Kuik en zoiets. En dan draaien ze weer om en dan gaan ze weer richting Dongen.
En Dongen richting Etten-Leur. En dan gaan ze richting Woensdrecht. Ja, want, en dan naar Rotterdam. Dan komen we toch aan die 560 kilometer. Dan komen we aan die 520 ongeveer. Okay. Ja, het is iets korter. Ja, het is ietsjes korter, maar dat maakt niet uit. Het is toch het is verboeiend zat. Ja, ja. Doorkomst, maar Roperen heeft toch wel iets als het van Parijs naar Rotterdam. Ja, dat zie je ook aan het aantal aanmeldingen. Hè. Kijk, de laatste jaren, ook door corona natuurlijk, is het zo dat er steeds minder teams deelnamen. Als het toen de tijd, toen het voor corona, nog ongeveer 350 teams deelnamen. Rond de 100 aan de route vanuit Hamburg en de rest kwam vanuit Parijs. Zie je nu dat er 250 teams, als ze die al komen, het is ongeveer nabij, om en nabij. Ja, ja. Want een aantal was nog niet zo duidelijk. Maar zie je dus dat mensen toch afhaken om redenen van dat het en moeilijker is vanwege die corona geworden. Ja. Maar ook het enthousiasme is er een beetje uit. Ja. Dus er moet er wat nieuw leven ingeblazen worden, om het zo maar te zeggen. En ik vind ook de mooiste vanuit Parijs geweest. Ja, dat is ook altijd. Zo. Okay. Ja. Het is net door die eerste beruchte weken daar. Ja. En dan weer het mooie. Maar dan komen ze niet door Laarbeek, hè? Nee, dan komen ze niet door Laarbeek. Ah, nee. Ik heb toch ook nooit geen hekel gehad aan de route vanuit Bremen. Vanuit Hamburg, moet ik zeggen. Ja. Natuurlijk zitten daar hele lange stukken bij, maar die had je in Noord-Frankrijk ook, waar niks te beleven viel. Maar maar als je in Nederland kwam, dan had je meteen contact met mensen en dan was het overal feest en dan had ik dorpen gekwam. Hmm. En dat zag je eigenlijk de laatste jaren ook al vanuit Hamburg ontstaan. Dat zodra je de grens over was bij Emmen, ging je dan ongeveer in die buurt in ieder geval de grens over. En dan kwam je allerlei dorpen tegen waar je nog nooit van gehoord had, zoals Sleen en Dalen en hoe heet het allemaal? En we zijn overal erheen gefietst, door gemeentehuizen, door molens, door kerken, we hebben het allemaal gehad. Dus dat mis je dan wel uiteindelijk vanuit Parijs, waar het alleen maar een Nederlandfeest was en in België, dus de hele dag was dat België. Maar verder was er in Frankrijk niks te beleven, dan zouden ze liever gegaan als komen. Ja, maar in ieder geval dit jaar door Aale Riksel, in ieder geval Laarbeek, Aale Riksel, heel actief. Ja. Zondag 28 mei, doorkomst door Aale Riksel van de Europa Run. Vrijwilligers die kunnen zich aanmelden bij Behind Maas. Dan gaan we kijken en we hopen op in ieder geval beter weer als het afgelopen jaar. Want dan kunnen we er nog van genieten. Daar hopen we heel erg nog een keer een droge doorkomst in het Aalerse. En dan denk ik dat het een mooi feest kan worden. En voor het ontbijt is iedereen van harte uitgenodigd. Je hoeft niet uit Aalerse te komen aan deel te mogen nemen. Nee, zeker niet. Je mag vanuit vanaf Wegendonk, mag van iedereen komen en dan is het geniet. Dus, heren, succes. Dank je wel. Omroep Peelrand TV. De nieuwszender voor gemeente Geemert-Bakel en Laarbeek.